Jij bent de initiatiefnemer van Cultuur Overdag, heb je begrepen? Ja, inderdaad. Is dat lang geleden? We zijn gestart, ik denk een jaar geleden. Nee, 3 jaar geleden met alle eerste ideeën. De eerste film draaide februari 2016. Dus we gaan nu ons derde seizoen in. En Marjan, wat doet Cultuur Overdag zoal? Zoals de naam al voor zich spreekt, wij organiseren culturele activiteiten voor mensen met tijd overdag. En cultuur in de breedste zin van het woord. Film, concerten, lichte muziek, klassieke muziek. We hebben een keer toneel gehad al. Vrijwilligers van ons zijn ook betrokken bij het dichterscollectief. Om te kijken of we daar dingen mee kunnen doen. Dus echt in de brede zin van het woord. Welke criteria worden er gehanteerd voor de keuze voor dit programma? Het moet interessant zijn voor ons publiek. Dus voor mensen met tijd overdag. Het moet betaalbaar zijn. Er zijn heel veel mooie voorstellingen. Maar die zijn out of our league, zeg ik dan. Dat is echt voor het Parktheater of het Speelhuis in Helmond. Dat is eigenlijk het belangrijkste criterium. Beluisteren jullie het programma ook voor die tijd, voordat je het in het programma opneemt? Niet altijd, maar er is natuurlijk heel veel tegenwoordig te beluisteren, te bekijken op internet. Uh-huh. Met YouTube of fragmenten. Klassieke concerten in het klooster, daar zit Stichting Muziek in Huis tussen. En die garanderen ook echt wel een zekere kwaliteit. En wordt er ook rekening gehouden met bepaalde leeftijden? Wel degelijk. De 18-jarigen die zul je hier niet met een feest. Snap ik, ja. Het is echt voor mensen met tijd overdag. De facto zijn dat mensen, de meer senioren in onze gemeente. Maar de films, daar gaan ook wel anderen naartoe. Als je overdag niet hoeft te werken, geen baan hebt. Alle films die kun je ook bij ons gewoon komen kijken. Daar hoef je echt niet 65 plus voor te zijn. Ik hoor van mensen dat er vaak oude films gedraaid worden. Dat klopt in principe wel. Wij zijn natuurlijk in Nuenen, hebben we geen officiële bioscoop met bijbehorende apparatuur. Betekent dat wij de films vanaf een DVD of Blu-ray moeten draaien. En die komen pas een jaar nadat de film verschenen is, komen die pas op de markt. En op dat moment kunnen wij een licentie nemen en de film zelf vertonen. U bent Evert Kielen. Ja. U bent de pianist in het voorprogramma van de filmvoorstelling. Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik erg leuk. Er komen toch een hoop mensen iedere maand. Ik denk zo'n 100 hè, of 150. Ik denk dat we met uitzondering van de 2 zomermaanden zitten we gemiddeld op 150 mensen die komen. En bepaalt u de soort muziek die u speelt? Ja, want ik heb gewoon mijn eigen programma en ik kan wel een paar uur zo spelen. Maar het is gewoon leuk om hier en nu de muziek te entameren, want ik vind dat wij als intelligente gemeente daar te weinig aan doen. Vind je niet, Marjan? Kan nooit genoeg zijn. Heeft u dan ook een vinger in de pap over het niveau en het programma? Nee, ik heb niks te vertellen. Ik ben gewoon, ik heb geen enkele bevoegdheid. Marjanne, vandaag wordt het programma gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. Hebben jullie veel belangstelling? Ja, er is erg veel belangstelling, zeker voor de folder. Mensen vinden het fijn. Wij doen bijna alles digitaal via het internet. Mensen vinden het ook fijn om echt een folder te hebben die ze op prikbord kunnen hangen. En daar hangt hij bij Jan Linders, ligt de folder. Komt ook bij het klooster te liggen. En dit is een mooie aanleiding als actie bij Jan Linders. Want we zijn dit jaar goed doel van het jaar bij Jan Linders. Het is natuurlijk een leuke gelegenheid om dan je seizoensfolder te presenteren. Dankzij deze acties die we dit jaar doen, zijn we ook in de gelegenheid gekomen om alle concerten die we in het Van Gogh-kerkje organiseren, om de toegangsprijs met een euro te verlagen. Dus alles wat hier zeg maar binnenkomt via de acties, dat gaat ook rechtstreeks weer naar de gasten eigenlijk van Cultuur Overdag.